Schoenmaker en danst met mij en aan tafel zit John Spetter. Henk van Broekhoven heeft een nieuwe plaat gemaakt en daar gaan we naartoe werken. Ja. Maar ja, goed, John heeft een ander soort principe natuurlijk als deze Dimmy Schoenmaker, want dat zit in het genre, als je dat zo moet noemen. Ja, en wat is het nieuwe genre, John? Dit? Wat ik vind een heerlijke, ja? Vrolijke, happy plaat. Hij klinkt heel goed, vind ik. Die plaat is heel goed. Goed gezongen door die jongen. Maar ja, volgens mij heeft hij alle kansen hoor. Ja. Denk ik. Ja, maar ja goed, het publiek bepaalt, hè? Het publiek bepaalt, ja. Zo, nou zit jij al heel lang in de muziek. Hoeveel jaartjes mag jij in de muziek meetellen als muzikant? Een jaartje of 50. 50. Dat is bijna feest dan. Nee, ik zit even te denken. Zoiets. 50. Ja. Ongeveer 50 jaar. Iets langer. Ja. Nou, dat moeten we wel zien. Ik ben in 58 begonnen met de Dynamic Rockers. Mm-hmm. Wij heetten eerst de Lazy Cats. En toen waren we met z'n zevenen. Daarna zijn er twee jongens uitgestapt en hebben we de naam veranderd in Dynamic Rockers. Toen hadden we nog een zangeres, Carla van Someren. Mm-hmm. Uit Tilburg. Van de Blue Angels. Ja. We hebben een paar plaatjes gemaakt met haar zus. Mm-hmm. Ja. Heel goede zangeres. En op een zeker moment, toen kwamen Cliff and the Shadows, werd heel populair. Toen zijn we met z'n vieren verder gegaan. En met Shadows liedjes en Cliff en Elvis natuurlijk. En toen speelden ze een beetje wat er, rock and roll bandje noemden wij ons. Maar in wezen was het eigenlijk niks anders dan een top 40 orkestje, want we speelden gewoon alle liedjes die in de hitparade stonden. De diverse hitparades hadden we toen nog. En dan vulden wij onze avonden mee eigenlijk. Maar je bent wel inmiddels wel uitgegroeid tot hier in de regio, Tilburg-Baarle, tot aan Antwerpen toe als toch wel een producent van muziek. Dat klopt. Ja, ja. Die toch wel als een stempel mag drukken. En liedjes schrijven. Nou, ik moet eerlijk zijn, ik had op een zeker moment mijn eigen platenlabeltje, Pico Records. Pico Bello was het. Dat was later. Was dat later? Eerst was Pico, later was Pico Bello. En ik heb natuurlijk me toch ingezet voor Tilburgse en omstreken voor de artiesten vanuit Tilburg enzovoort. Ja. He, Pieter Hulp, Peter van Heuvel, Peter Smulders, Ellis uit Dongen, enfin, noem maar op. Ja. Ja. Maar er is nooit niemand geweest die echt aandacht heeft gegeven aan John Spencer dat hij al zo lang in de muziek zit? Volgens mij niet, nee. Nee. Ik heb natuurlijk in Hilversum wel bij Phonogram onder andere bij Philips gezeten. Ja. En je wil waarschijnlijk de helft van de deurzakker, dat was mijn radiopromoter. En die vond eigenlijk wat ik deed heel erg leuk. Ja. Dus die ging ervoor. Dus ik had toen Lana vertrokken. Dat was een kleine dikke, hè? Kleine dikke. Ja, die kleine dikke. Clemens was de man van de platenwinkel. Dat was hij lang. Maar Willem die vond die covers helemaal fantastisch. Vooral ook omdat wij probeerden toch die sfeer uit de jaren 50 en 60 te bewaren. Dus we gingen er niks moderns mee doen. Echt authentiek de sfeer. Ja. En dan het Nederlands. En dat vond hij helemaal top. Dus die ging ervoor. Dus toen Lana eenmaal een eetje was, toen ging het van een leien dakje. Ja. De ene eet naar de andere. Dat is ook een heel mooi lied, hè, Lana. Fantastisch. Ja. Om die oude platen terug te halen, John, dat is er eigenlijk best wel durf ook. Hè? Want het blijft natuurlijk de sfeer van die vroegere tijd om die weer terug te brengen in het Nederlands. Ja, ja net wat ik daar straks al vertelde. Ik heb er zelf nooit aan gedacht, maar om Nederlands te gaan zingen, dat is puur toevallig ontstaan. Ja. En toen werd Lana natuurlijk een grote hit, toen moesten er opvolgers en komen. En zo volg er nog meer. Als we het repertoire van John gaan bekijken, dan zitten we hier volgende week nog. Want hij heeft zoveel. Nou, dan zitten we hier volgende week nog al. Hij heeft zoveel mooie dingen gemaakt, die Henk van Broekhoven. Ik heb er nog één. Ja, nou. Wat dan? Ik hoor een plaatje, ik hoor kraken.